Het comité van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld heeft vandaag via Sandu Hira het boek De getuigenis van president Bouterse, politiek geweld, confrontatie, dialoog en verzoening in Suriname, overhandigd aan DNA-voorzitter Jenny Simons. Hira is anderhalf jaar geleden begonnen met een onderzoek naar politiek geweld. Er is tot nu toe veel maatschappelijke discussie geweest die tot tal van zaken heeft geleid, zoals de Dag van Nationale Rouw, het Pad van Verzoening en het ontstaan van het comité. Hira zegt dat in dit boek verschillende documenten zijn opgenomen, waaronder het interview met de president en hoofdverdachte van de decembermoorden, Desi Bouterse. Het gesprek met Bouterse is volledig uitgewerkt. De teksten van de drie amnestiewetten zijn opgenomen van 80... 2012 en 92. Maar ook de tekst van een wet, een concepttekst, ja, die we hebben gemaakt, die we willen gaan aanbieden aan, aan de regering. En we hopen dat de regering in het parlement brengt. Een wet voor de erkenning van slachtoffers van politiek geweld, waarin maatregelen zijn aangekondigd als het institutionaliseren van de Dag van Nationale Rouw, compensatie voor slachtoffers, opnemen van de verschillende visies in het onderwijs. En die wet kan er natuurlijk de regering indienen in het parlement, maar we vonden dat er ook maatschappelijk draagvlak voor die wet zou moeten komen. En om die redenen gaan we straks een handtekeningenactie aankondigen om die draagvlak te ontwikkelen. Sandu Hira is de broer van John Baburam, een van de slachtoffers van de moorden in december 1982. Voorzitter Simons vindt het goed dat er vanuit de groep van mensen die rechtstreeks zijn betrokken bij de gebeurtenissen iets gedaan wordt. Vooral omdat het gaat om issues die heel moeilijk te verwerken zijn. U weet dat mijn punt is geweest ook bij de wijziging van de amnestiewet. We moeten een keertje weten wat er is gebeurd om zo te kunnen voorkomen dat het weer gebeurt. Want Suriname heeft natuurlijk helemaal geen vredelievende geschiedenis. Om de zoveel tijd in de afgelopen paar honderd jaren hebben we natuurlijk behoorlijk veel geweld gezien in het land. En we willen graag dat dat niet meer gebeurt. We willen graag dat. Dus ik ben blij ermee. Ik ben ook blij ermee dat we nu toch wel veel meer mensen bij elkaar hebben die ook slachtoffer zijn geweest van politiek geweld in het recente verleden. En dat we dan hopelijk de weg vinden nu samen naar een oplossing. Het hoeft niet vandaag, het hoeft niet morgen, maar ik denk dat we het wel moeten vinden, moeten achter ons kunnen laten, moeten het erkennen dat het er is geweest, zeker. Het parlement is bezig geweest om te oriënteren over hoe je zo'n waarheidsvinding zou moeten doen. We zijn eigenlijk gestuurd op het feit dat een deel van de mensen die erg belangrijk waren, in feite niet ready waren voor het proces. En dat moet je ook accepteren. Dus hopelijk zijn we nu op een nieuw traject en kunnen we op een dag toch wel veel meer informatie hebben over wat er aan de hand was en hoe we verder moeten doen. DNA-voorzitter Simons, zij heeft vandaag uit handen van Sandu Hira het boek in ontvangst genomen, waarin onder andere het interview met Desi Bouterse is opgenomen. De overhandiging vond plaats in de vergaderzaal van DNA.